We zijn hier op het Bravo-terrein. Erik van Eerdenburg zit er op zijn shovel. Die is al 3 maanden heel erg druk met alle grondwerkzaamheden. Toen ik bij Mojo in dienst kwam als productiemanager, dan ging je uiteraard met gewoon shows doen. Nou, een aantal jaar heel veel promoten shows gedraaid. En ben ik ook sinds dat jaar met Lowlands begonnen. En dan in de rol van technisch producent. Soms dan bedenk je een plan en dat werd dan leuk gevonden en dat kwam dan tot uitvoering. Dus dat is wel heel, heb je echt eer van je werk. Dat is echt dankbaar om als je zoiets mag doen. En dat is nu eigenlijk wel een heel groot deel van mijn werk geworden om voor Lowlands dingen te ontwerpen. Ja, echt van de drawing board iets uiteindelijk tot leven zien komen en dan kijken hoe het functioneert in de praktijk. En dan is Lowlands wel een heel groot canvas waar je heel veel van dat soort dingen in kwijt kan. Dus dat is wel te gek. Toch het maximale van de show laten zien, dus dan moet ook het maximale van de act het dak in kunnen. Nou, daar hadden we niet altijd de ruimte voor. We moeten alle spullen van de band kwijt, wat ze allemaal mee wilden nemen en wat ze allemaal wilden ophangen. Nog een aantal andere design requirements, dus zichtlijnen en hoogte, zijn we eigenlijk vertrokken om een nieuw type tent te gaan ontwikkelen. Ja, het is toch de functionaliteit ervan, dus dat het eigenlijk een outdoor bühne is, maar omdat die langer is, heb je toch eigenlijk ook weer een indoor bühne waardoor je qua lichtshows overdag meer kan doen. Het is normaal alleen bij de laatste act donker en dan zie je de lampen de hele dag niet. Nou, dat hopen we hiermee te voorkomen. Dus ik kan me voorstellen dat het een formule is die internationaal ook wel aantrekkelijk kan zijn voor andere festivals. Ik kan me voorstellen dat andere mensen ook wel interesse gaan tonen buiten Nederland.